Vandaag is ons huis op funda gegaan. Ik denk niet bij de ramen, joh. Is nu toch wel heel definitief. Dus ik moet met een gasbrander. Oh, we hebben hele leuke cadeautjes, hè? Hier staan de cadeautjes achterin. Hier staan de juffen en meester cadeautjes voor morgen. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkijkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En vandaag is ons huis op funda gegaan. Dus we mogen het te koopbord aan de gevel plakken. En hier heb ik het te koopbord. En ik ben net met een ladder hier naartoe gelopen. Vanuit de bakkerij, want in de bakkerij hebben we een ladder. Dus ik denk, nou, ik hang dat bordje even op. Maar ik zet dus de ladder tegen de gevel. Het is best een lange ladder. Maar helaas, hij komt maar tot daar. En ik moet op zo'n raam daarboven. En die ramen kunnen niet open. Dus ik mag weer terug met deze ladder naar de bakkerij. Nu heb ik nog zo'n dubbele staan, daar red ik het wel mee. Maar ik had eigenlijk wel verwacht dat ik het hiermee zou redden. Het is toch wel dat ruimtelijke inzicht. Het is toch wel eens moeilijker dan dat je denkt. Dus ik mag weer naar de bakkerij. Even andere ladder halen. Jou gaat de ladder op, maar ik vind het niks. Dus ik, nee, ik vind het ook niks. Zal ik jou, maar als ik jou vasthoud, kan ik jou misschien weer niet. Nou, ik stond, ik weet niet of je net mijn hoofdzak op beelden, maar ik en ik heb hem op zich. Zullen we niet opzij zetten dan? Hé, ja, ik moet hem nou omlaag halen. Oh. Kijk maar, ja, ik ga heel die ladder omlaag. Die ladder die kun je dan. Hier! Ja. Er staat nou niet. Kijk niet bij de ramen, joh. Ik moet maar heel laag. Eigenlijk moet je een hoge trap hebben. Een trap zou beter zijn. Ja. Dat is wel een ladder. Dat klopt. Ja, ik vind dat niks. Nee, dat is ja, weet je, als wij boven nou die ramen open konden doen, dan, nee, hadden, we, dan hadden we het wel gegaan, maar... Ja, het is nu toch wel heel definitief nou het bordje erop hangt. En we hebben allebei zoiets van... Ik vind het best wel spannend. Ja. En weet je wat ik nog het spannendste vind? Als het straks gewoon heel snel verkocht is, of zo. Als, ja. Ja. Ja, wat dan? Ja. Dat is toch wel... Ik had vandaag toevallig met Rivke over. Ik zei, het is ook anders als jij je huis verkoopt... En je weet al wat je ervoor terugkrijgt. Het staat een beetje stom. Dat je er vanaf moet. Ja, of dat je weet waar je naartoe gaat en daarom je huis verkoopt. Ja, en als je in een wijk woont waar meer huizen van hetzelfde soort te koop staan en dat allemaal voor... En net kreeg ik ook opmerking, dat is wel een koopje voor jullie huis. Dus ja, maar ja, het is maar Ouwenbos. Dus ja, ze zeiden, nou, daar ben je zo vanaf. Dat is echt dat is een prikkie. Ik zei, ja, maar het is in Ouwenbos, dat is niet... Ja, ik snap in de grote steden dat de grootste, allemaal... Ja, mijn broertje zit in Breda met zijn makelaarskantoor. En daar zou het huis echt misschien wel twee keer zo duur zijn. Ja, twee denk ik. Ja, nou, bijna twee keer zo duur. En het is wel maar een half uurtje van Breda. Ja. Dus ja, mensen die in Breda aan het zoeken zijn, die bij hem dan ook op zijn site kijken. Wie weet, hè, dat soort, daar moeten we een beetje geluk mee hebben. Maar het was meer het idee van, als je nou al weet waar je naartoe gaat en je gaat dan je huis verkopen, dan is een andere manier dan verkopen. Dan heb je weer andere stress, want dan heb je twee hypotheken. Daar hebben wij geen last van. Ja,
Maar het is wel, je verkoopt het en je weet niet wat het gaat brengen. Of je er iets moois voor terug gaat krijgen. Of, ja. of we iets vinden wat überhaupt bij ons past. Dus het is, ja, maar dat vind ik wel heel spannend. Oh, dat vind ik helemaal niet. Nee? Nee. Oh nee, dat vind ik echt dat ik denk, oeh, misschien komen we wel helemaal niks tegen. Dat we op de tijd zat. Ja, maar ja, we hebben ook nog wel 8 opgroeiende kinderen. Ja. Hè, wel, hier hebben we wel de ruimte. Je moet er gewoon nog op rekenen dat je volgend jaar nog een heel jaar... Nou, een bos moet blijven. Daar moet je rekening mee houden. Dus je gaat ze ook niet op een half jaar van school afhalen. En volgend jaar hebben we 2 die slagen. Stan die daarna examenjaar gaat doen. Dus die dan ook nog in Ouwenbos. Dat kan een makkelijk jaartje als we ver uit Ouwenbos gaan treinen of bussen. Ja, Nout die kan een andere school opzoeken. Floor die gaat naar een middelbare. Eigenlijk is de enige is Guusje. Ja, en Madelief. Madelief die... Die gaat dan volgend jaar naar de 4e, dus naar groep 5. Dus dan ben je nog wel alleen als je van groep 7 naar groep 8 gaat, dan naar een andere basisschool, dat is heel vervelend. Maar voor junior maakt het ook niet uit. Voor junior maakt het ook niet uit. Dus eigenlijk, als je dan kijkt met 8 kinderen, zijn Guusje en Nout. Dat zijn de enigste 2. En Madelief dan ook een beetje. Nout en Guusje een beetje voor Madelief en Nout een beetje. Voor Guusje is het wel niet leuk. Nout... Maar daar blijven we altijd last van hebben, wanneer we het ook doen. Ja, en Nout ook als we het ook aan. Ook als we het doen, als ze meer bijvoorbeeld in Ouwenbos gaan wonen, later samenwonen en Eline ook, en dan gaan wij weg. Ja, dan heb je het ook. Dus het blijft altijd. Het blijft, en anders Junior nog, die zit ook nog 18 jaar bij ons of zo. Dus dat ken je nooit. Dat ken je nooit. Hè. Dus dit is, dat hebben we allemaal overwogen in onze beslissing. Maar het moet eerst maar verkocht zijn. Ja, zo nuchter moeten we wel zijn. Ja. En we kijken nu wel met hele andere ogen naar ons huis. Vind ik. Wie weet, hè, als je ons op YouTube volgt en je ziet nou dit gesprek is volgende week gewoon al wel dat het al weg is. Dus dan zeg je, waar hebben ze het over? Ja, zou best kunnen. Ik heb nog geen berichtje gehad van mijn broertje dat er een aanvraag is voor een bezichtiging. Maar ik zou zelf altijd nog even wachten. Ja, en eerst even zelf een keer langs rijden. Ja. Niet gelijk opspringen. Want dan denk je ook van, oh, nou, die is er snel bij, dan hebben we wel veel kans. Dus dat, dat moet je dus niet doen. Ik hoorde net ook nog van de computerman, die zei, ja, ze zei het ook de afgelopen tijd ook allemaal wel grotere huizen die toch wel echt al binnen een weekje verkocht zijn. Ja. Toen dacht ik, oh, daar moet ik niet aan denken. Het is wel leuk op Funda wat er staat. 20 kamers? 11 slaapkamers, 20 kamers. 20 kamers. Ja, dat is wel veel. Zo, Nout heeft een TikTok gezien en die wil die uit gaan testen. Dus ik moet met een gasbrander. Is dat voor te kort? Nee joh. Een ijsklontje branden. Oh, nou, Junior heeft nog een ijsklontje vast. Ja, die was ook op de grond gevallen. Ik moet met een gasbrander een ijsklontje branden. En dan, als die nou brandt, wat dan? Stop je hem in je mond. Daar moet de fireman komen. En dan? Moet de rook uitkomen, maar dat is nep. Ja. Hij trapt er nog in ook. Dat is wel jammer. Ik weet wel hoe je zeg maar rook kan maken, dan moet je zo doen in je mond, dicht houden en dan zo hard blazen en dan komt er wel. Doe eens dan. Dat ding is warm. Nou, het ziet er heel raar uit, maar. Hey! Zag je dat? Nee. Bij mij niet. Ja! Dat is grappig. Kende ik niet. Je moet gewoon zo doen. Met je mond dicht. En dan uiteindelijk heel hard zo op je buis blazen, zeg maar, zodat er geen lucht uitkomt. Nou ja, kom maar. En dan moet je het zacht uitblazen. Beetje, ik zag het een beetje. Nee. Ik kan wel goed. En wij hebben net nog gefietst, hè? Ijsklontjes gesmolten. We hebben net nog gefietst en het ging alweer een beetje beter. Morgen gaan wij weer fietsen, hè? Afgesproken? Ijsklontje gesmolten. En wij gaan zometeen barbecuen. Want er zijn vrienden van ons.
de visite is weg. En het is al best laat. Dat is altijd een nadeel als het midden al vakantie heeft en wij nog niet. Of andersom. De mensen waren hier. En morgen toch nog naar school. Hè? Daar zit morgen juffendag dus. Wat is juffendag? Wat is juffendag? Ik ben een cadeautje aan de juffendag. Oh, we hebben hele leuke cadeautjes, hè? Zal ik die even laten zien? Ja! Dan gaan we even naar de auto van mama. Het sleutel met hem. Ja. Wat alleen vandaag. Ja, doe het maar even open. Lessen. Oh, je hebt geen lessen meer. Kijk, en die Floor, hè, die zegt, mama, mag ik nog een klusje doen? En die gaat gewoon de vloer schoonmaken. Die kan dat stikgoed, die Floor. Doe jij heel goed. En ik wil hem nu uitzetten. Oh, wil je? Nee, Floor moet eerst de vloer nog doen, hè. Of moet, wil graag de vloer doen. Oh, wat ben jij aan het doen? Een beest. Ik spuug altijd vaker dan één keer. Nou, hoe gaan we de cadeautjes voor de juffen laten zien? Hier staan de juffen en meester cadeautjes van morgen. En die hebben wij in de bakkerij gemaakt en het is echt heel leuk. En Madelief wil hem heel graag voorlezen. Lieve juf, ik keek er naar uit je dit cadeautje te geven. Want samen hebben we dit schooljaar echt iets heel moois van gebakken. En wat zit erin? Er zitten twee bakschaaltjes in. Er zit cake mix in en kaneelgranules, zo heette die. En daar maken wij eigenlijk een beetje onze specialiteit van, een kaneelcakeje. En een pollepeltje, ja, om het te roeren. Ja, ook bij jullie een flexibele spatel, want de pollepels waren op. Mag ik die ook voorlezen? Is dat voor juf Sophie? Zet Sophie op. Nee, het is van. Oh, nee. Het is onze bestelling. Dus dat hebben de winkeldames gedaan. Sophie 8 keer. Dus die moet eraf, want anders staat dat ook stom. We hebben ook voor de directeur. Is goed dat je die nu ziet. Oh, voor de directeur ook. Ja, lukt mij niet met één hand. Oh ja. Dan moet je van ze allemaal af. Nee, er zit maar op één. Nee, op allemaal. Kijk. Nee. Nee. Oh nee. Nee. Ja. Maar ik wil proberen de achterklep zo dicht te doen. Dat heb ik ook al een paar keer bij de Tesla gedaan. Alleen bij de Tesla is het makkelijker. Ja, dan kun je op het knopje drukken. Ja, en nu? Maar nu kan je... Zit je dan in? Doe! En morgen, lekker, op school. Verkleed! Een cadeautje geven. Verkleed, hoe ga je verkleed? Met strepen en roze sokken. Carnavals kleren. Nee, hoeft niet. Zien we morgen wel. Want dit was ons dagje weer, hè? Dus allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog van vandaag. Morgen om 4 uur zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe! De juf en meester cadeautjes geven vandaag. 500 ijsjes! Nee, ijsjes. Hoi junior! Denk ik uitgezien als ik een meisje was geweest. Wakker gebeld voor een storing in Oudenbosch. Om met Ola ijsjes.